Holy. Ouch. Dat kan zeer doen op je rug vallen. Hey en welkom bij Lege Gamer. Ik ben Joris en vandaag spelen we weer een heel leuk horrorspel. Laten we maar eens beginnen. Voilà. Niet opslagen. Allee jong. Niet opslagen. Voilà. We zullen maar eens beginnen. Ze. Oeh. Dat meisje is er weer. Oké, we zitten een politiekantoor. Ik was het niet. Ik heb het echt niet gedaan. Ik heb er niets mee te maken gehad. Ik heb niemand vermoord. Oh nee? Waarom rende je nou weg toen ze je wilden verhoren? Dat weet ik niet. Heb ik toch al verteld? Ik had me niet gemeld bij de reclassering. Ik wilde niet weer de nor in. Ik zag die smerissen en ik vluchtte. Ik dacht gewoon niet goed na. We hebben het gecontroleerd. Hij heeft een alibi voor minstens 3 van de moorden. Nee. Fuck, die smeerlap had het moeten zijn. Shit. Zeg dat wel. Telefoon. Ash? Zonder kabel. Raar. Oké. Normaal hangt het op de telefoon toch een kabel? De moeder van Sean Mars is hier. Ze wil je graag spreken. Denk ik toch. Het was een paar maanden geleden. Midden in de nacht. Het hoosde buiten. Ethan kwam door en door nat thuis, om 3. Ik vroeg waar hij was geweest. Hij had het over verdrinken, de regen. Ik begreep er niks van. Ik zag iets vreemds. Iets vreemds in zijn ogen. Alsof hij iemand anders was. Hoi. Ik weet niet of het een verband is. Maar de volgende dag hoorde ik op het nieuws over een nieuw slachtoffer van de Origami Killer. Vind mijn zoon, alstublieft. Ik zal er alles aan doen om uw zoon te redden. Of te vinden. Nee, eerst vinden en dan redden. Ik ben inspecteur Carter Blake en dit is agent Norman Jaden van de FBI. Volgens onze informatie is Ethan Mars een van uw patiënten. Wij willen u wat vragen over hem stellen. Het spijt me, dat is onmogelijk. Pardon, wat zei u? Een patiënt heeft recht op privacy. Onder geen enkel beding mag ik mijn eed verbreken. Mijn taak is om Sean Mars levend terug te vinden en die eed van u zal mij aan mijn reet houden. Aangeven. Hij heeft gelijk, conform de wet. Functioneer of zoiets. Moet u ons informeren. Het spijt me. Ik kan u niet helpen. Wilt u dan nu weggaan? Nee. Ik zou maar meewerken. Voor uw eigen bestwil. Dokter, het gaat om het leven van een kind. Misschien weet u iets waardoor we hem kunnen redden. Bent u maar aan het bedrijf? Nee. Ik geef u alleen gratis advies, dokter. Knoop het in uw oren. Het is uw plicht om de politie in te lichten als u een patiënt verdenkt, dokter. Ik ga de politie bellen en een klacht indienen over uw gedrag. Hey, rustig. Dokter, u werkt mij flink op de zenuwen. Het enige wat mij interesseert is dat kind redden. Oh, rustig. U gaat nu heel braaf zijn en mij vertellen wat ik wil weten, anders verlies ik zeker mijn geduld. Om te afhangen van wat u weet, vertel het ons, dokter. Laat me los. U heeft het recht niet. Oei, je wordt kwaad. Holy. Ouch. Dat kan zeer doen op je rug vallen. Kom op, dokter. Het kan goed schiks of kwaad schiks. U mag helemaal zijn. Dan hoop ik goed iets. Geks of. Wat zit hij nu? Oh, rustig. Als je die man nu niet onmiddellijk loslaat, rapporteer ik je en ga je van de zaak af. Wat is er met jou aan de hand, Norman? Doe je het in je broek? Nee. Wil je Sean Mars nu ineens niet meer? Jawel. Ik wil nog altijd redden. Ik wil Sean Mars net zo graag redden als jij. Maar dat betekent niet dat alles mag. Voilà. Dus jij houdt hier onmiddellijk mee op. Begrepen? Ethan Mars heeft psychische problemen sinds hij zijn oudste zoon verloor.
voelt zich verantwoordelijk voor zijn dood. Een soort morbide neurose. Hij heeft visioenen van mensen die aan het verdrinken zijn. Oei. Een paar weken geleden, na een van onze wekelijkse sessies, vond ik dit op de vloer. Het moet uit zijn zak gevallen zijn. Een origami figuurtje. Ai, ai. Daar is de zon. Oh nee, dat is zon niet. Ja, nee. Denk ik toch? Dan ben ik weer aan het twijfelen. Maar het regent nogal. Ash, ik wil dat je iedereen die beschikbaar is op Ethan Mars zet. Ik wil dat er iemand bij hem post, dag en nacht. Laat alle afdelingen naar hem op zoek gaan. Ik wil agenten op de treinstations, de vliegvelden en de busterminals. Ik wil elke agent in de stad achter hem aan. En als hij een stap zet, weten wij ervan. Ja, Ethan Mars is de origami killer. Dat denk ik niet. Die gaat toch niet zijn eigen zoon verdrinken en zo. Of een regen put laten belanden. Dat moet toch ook gek zijn om nog wat kop, hè? Maar, dit is ook wel gek, maar... Ik denk nog niet zo gek. Oeh, bowlingen. Ah, bowlingen. Golven. Waren ook meer een balken, hè? Maar ja, dat is de grote bal. Deze is een klein balken. Allee, ik bedoel van... Het spelletje, hè? Niet wat je nu gaat denken, hè? Van mij, hè? Zonkers op de golf. Golf. Grote stok, kleine bal. Ik heb de lol er nooit van ingezien. Nooit van ingezien, of wat? De club. Meest exclusieve golfclub van de stad. Rare plek voor een ontmoeting. Ja, vind ik ook. Een heel rare plek. Nieuwsgierig. Ik vraag me af waar we het over gaan hebben. Lauren. Ik heb Lauren je niets over verteld. Ik haal er straks op, bij haar thuis. Dat was goed. Een rondje. Zo, een oude vriend. Nou, waar is jouw vriend? Mooie slaap. Ja, hier. Dank u. Komt u binnen, meneer Shelby. Heeft u trek in koffie? Nee, merci. Oh, nee, bedankt. Ik heb geen goesting in koffie. Met u ook? Ooit één keer. De eigenaar van de baan is waarschijnlijk nog steeds naar me op zoek. Het is een interessante sport. Er is kracht voor nodig, maar ook kalmte en absolute precisie. Zullen we samen een paar ballen slaan? Hier is de kans klein dat u de greens beschadigt. Oké. Okay. Wat zijn greens? Doe je jasje uit en pak een club. Weet, als iemand weet wat dat greens is, zit dat hier in de redactie onder. Ook al weet ik dat zelf. Ik zal maar een golfstick pakken, hè. De ballen zitten in die mand. Oké, dank u. Een balkje pakken ze. Dat is gewoon niet veel kunnen doen, hè. Oké, dan gaan we eens in. Het belangrijkste is om de club correct vast te houden. Als je klaar bent, zet je de swing in. Oké. Dan gaan we eens een hele goede slag maken, ze. Allee, ik denk dat toch, hè. Kan ook misgaan bij mij, zullen. Mijn voeten goed zetten ze. En dan gaan we eens een slag maken ze. En... Wee! Ach, het is ook maar de eerste bal. Dat is mis. Probeer hem de volgende keer een beetje harder te raken. Oké. Okay. Ik neem aan dat u meer van me wilt dan een potje golf, meneer Kramer. Ik heb gehoord dat u vragen stelt over mijn zoon. Dat klopt. Ik wil weten of Gordy iets te maken heeft met de zaak van de origami killer. Dat wil ik ook eens weten. Ah ja, dat is met die dingen zeker, met dat kieken, die mens. Op die tv vorige keer. Ik denk dat dat die is. Ik ga eens een goede slag maken. Dat is beter, ze. 100. Mijn zoon heeft niets te maken met die ranzige zaak. Dan
heeft hij van mijn onderzoek niets te vrezen. U moet mijn zoon hier niet bij betrekken. Ik zei toch, hij heeft er niets mee te maken. Met alle respect, meneer Kramer. Het is aan mij om te beslissen naar wie ik onderzoek doe. Dat was een feit. Hop, hè. Wee! Nu lukt het aardig goed. Ik ben een invloedrijk man, meneer Shelby. En ik beloon loyaliteit altijd. U wilt me omkopen? Laat ik zeggen dat ik duidelijk wil maken wat in uw eigen belang is. Hoeveel wilt u om een zoon met rust te laten? Geen. Enkel geld. U heeft me verkeerd begrepen. Ik speel niet mee. Blijf uit de buurt van mijn zoon, meneer Shelby. Anders krijgt u een spijt. Oei, een bedreiging. Fijne dag, meneer Kramer. Die ogen. Van de rust. Dat is hem kwaad, hè? Precies. Hij had hem een koe een balk geslagen, denk ik. Nee, dat ligt precies op. Bam. Een balk geslagen. Poh. Maar de rest van deze game is voor de volgende keer. Ik hoop dat jullie er fijn genoten hebben. Laat alvast een blauw duimpje achter als je het leuk vindt. En dan zeg ik tot in de volgende shit of horror game. Daag.